De zoveelste trainersvisie, maar wel de eerste trainersvisie in dit nieuwe jaar, 2018. Allereerst namens DVS TV, alle supporters, et cetera, een heel gelukkig nieuwjaar, Bert. Ja, vooral een heel gezond nieuwjaar natuurlijk. En als je kijkt naar de sport, natuurlijk een heel sportief succesvol 2018. En als jij zegt sportief, wat bedoel jij daar dan mee? Heb je daar nog wensen in? Nou ja, als vereniging natuurlijk dat alle elftallen kampioen mogen worden. Dat zou mooi zijn, maar dat lukt niet altijd. Maar dat iedereen dat kan doen in zijn sport waar hij plezier aan beleeft. En dat hij het als een hobby mag beleven. En dat wij als prestatiegericht eerste elftal hoge ogen mogen gooien in de derde divisie. Was jij extra gemotiveerd na de wat moeilijke weken die we eind van dit jaar hebben gehad? En misschien ook nog wel de eerste week, maar of misschien was je dat alweer vergeten? Nee, ik ben altijd super gemotiveerd. Daar heeft het nooit aan gelegen. Ik denk dat uiteindelijk aan het eind van het jaar kwam hem veel meer naar boven waar we met z'n allen over gesproken hebben als team. Wat wil je zien, wat wil je terug ervaren in wedstrijden, maar ook op trainingen. Ja, daar is goed gevolg aan gegeven en het mooie is dat je natuurlijk na de winterstop meteen die lijn weer hebt opgepakt. Je weet wel dat ik waarschijnlijk op andere zaken doelde, maar je gaat gelijk je focus weer leggen op je spelersgroep. En dat is natuurlijk heel goed. Daarvoor ben je trainer, denk ik, Bert. Hè? Nou ja, daar ben je sowieso trainer voor. En wat andere mensen in kranten schrijven en dat soort zaken, dat is voor hun rekening. Er is veel verdriet aan gedaan richting mensen en dat is niet fijn. De vereniging heeft in een kwaad daglicht gestaan en dat is niet fijn. Dus als ik er nu ook nog over begin, dat heeft totaal geen toegevoegde waarde. Zaterdag wacht ons een derby en dan kunnen we weer laten zien dat we één vereniging zijn met één groot geel-zwart hart. Precies, en dat geel-zwarte hart dat ging in Almere al helemaal open. En die week daarna, daar hebben we de trainingsvisie niet over gehad. Dat was tegen Sneek en afgelopen zaterdag tegen HHC. Dat zijn bij elkaar allemaal al 11 doelpunten en de een nog creatiever dan de ander. Geef je die spelers wat meer vrijheden om hun creativiteit bot te vieren? Of wat is er aan de hand, Bert? Nee, dat is een beetje een suggestieve vraag natuurlijk. Want die creativiteit die heb ik altijd al gegeven. Alleen wat ze nu leren is wat slimmer om te gaan met het balbezit wat dat betreft. En in de juiste zones hun creativiteit te laten gelden. We hebben veel over gesproken, maar ook de speelwijze hebben we nogmaals wat aangescherpt. Maar vooral het geloof in datgene wat je kan, waar je altijd voor getraind hebt, dat komt in wedstrijden uit. En je scoort nu op de juiste momenten. En dat maakt dan dat je, en je wint wedstrijden, dus dan neemt vertrouwen altijd toe. En er zijn veel jongens die zijn op gaan staan in deze periode en die hebben laten zien wat ze in huis hebben. Nou, dat moeten ze nu voor een lange periode gaan doen. Het team oogt ook fit, Bert. Ja, dat is een compliment. Zeker ook naar de medische staf. We hebben natuurlijk nauw contact met hun over wat kan wel, wat kan niet. De belastbaarheid van spelers. Maar fit ben je vooral tussen je oren. Ik bedoel, dan heb je geen last van een ingegroeide teennagel of zo. Die voel je dan helemaal niet. Als je fris tussen de oren bent, dan kan je heel veel hebben. Maar ook conditioneel staan we er erg sterk op. En ook zaterdag hebben we tot aan de 90ste minuut gas kunnen geven. Met spelers die opstaan, bedoel je dan ook echt spelers die naar elkaar toe duidelijker beginnen te worden? En een aanvoerder die een echte aanvoerder begint te worden? Nou, kijk, wat er vooral gebeurt is dat in het begin van het seizoen moesten jongens aan elkaar werken. Met elkaar werken en kijken hoe lopen de krachtsverhoudingen. Het was te veel op mij gericht en niet richting elkaar. Maar men heeft leren accepteren van elkaar dat je over voetbal mag je en moet je discussiëren. En dat het niet op de persoon is, maar gewoon als voetballer en je taak en je functie die je hebt. Nou, en daar wordt in de kleedkamer veel over gesproken. Ze durven het nu tegen elkaar. Men accepteert het ook. Hè? Weet je, het is even links, rechts, even bot tegen elkaar. Knuffel voordat je het veld erop gaat en dan is het prima. Het lijkt ook een ingespeelde groep te worden. Ja, dat is wel iets waar we natuurlijk hard aan gewerkt hebben. Dan zie je dat in vooral in de laatste wedstrijd natuurlijk, maar ook tegen Quick Boys, die we eigenlijk nog niet wonnen natuurlijk. Maar dan zag je al mooie patronen terugkomen. Ja, dan heb je een wedstrijd nodig om te winnen. Ja, het is veel herhalen, veel in de juiste positie laten komen en het geloof in de juiste keuzes maken. Veel snelheid aan de bal geven en durven voetballen. En natuurlijk kan ik niet om een wedstrijd heen. Dat is niet zomaar een wedstrijdje. Dat zijn twee wedstrijden waar supporters over het algemeen naar uitkijken. Dat is DVS-VVOG en VVOG-DVS. Nu is VVOG-DVS aan de beurt. Ja, dat is een echte clash. En ook wel een gevaarlijke tegenstander. Moeilijk te bestrijden, Bert. Ja, 100%. VVG doet gewoon hartstikke goed dit seizoen. Zeker thuiswedstrijden zijn ze heel moeilijk te pakken wat dat betreft. Ze spelen een spelletje wat moeilijk te doorgronden is. Hè. Ze zakken toch redelijk wat in en probeer de ruimtes maar te vinden. En dan zijn ze razendsnel weg in de omschakeling. Dat heeft Hans gewoon goed neergezet.
We staan op een keurige 7e plek. En ja, maar wij weten ook, wij spelen al wekenlang tegen ploegen die wat meer inzakken. Nou, en daarin maken we nu veel meer stappen, dat we veel minder onnodig balverlies hebben. Dus zaterdag moet je daar vooral de focus op hebben. Dus gaan we zaterdag een truc bedenken wat Vogt niet verwacht van DVS? Nou, wij gaan vooral gewoon heel goed voetballen en ons stinkende best doen. Dit soort wedstrijden leven enorm natuurlijk. En iedere speler moet zich beseffen wat hij kan betekenen voor de vereniging en voor zichzelf op dat moment. Maar wat we vooral graag willen is die serie doorzetten die we tot nu toe hebben ingezet. Ja. Ik heb net een hand geschud iemand. Sjoerd Woudenberg, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, Sjoerd is per vandaag eigenlijk de nieuwe keeperstrainer. Sjoerd die werkt overdag bij Go Eagles en die heeft opvolging gegeven aan de vacature die is ontstaan. En Sjoerd heeft vandaag zijn eerste werkdag. Een zeer, zeer ambitieuze jonge keeper, keeperstrainer wat dat betreft, maar met ongelooflijk veel know-how en kennis al. En die gaat onze keepers enorm helpen, maar ook niet alleen de keepers hoor, mij ook en ook de laatste linie voornamelijk. Want ja, zijn ervaring is zeer welkom. Volgende week zal hij ongetwijfeld in het weekjournaal te bewonderen zijn voor DVS TV, denk ik, Bert. Ik heb hem al voor je gewaarschuwd, Piet. Oké, hartstikke goed. Hey, Bert, heel veel succes zaterdag tegen de Groenen. Je weet wat daarmee moet gebeuren, hè? Ja, ik hoorde van de week dat je iets met Mario of zo. Maar nou, ik hoop dat we donderdag de supporters hier ook op de tribune mogen welkomen om de jongens nog het laatste setje te geven aan komende zaterdag. Want... ja, hoe je het bent verkeerd. Volgens mij zijn derby's nooit aantrekkelijk, heb ik altijd gehoord. Maar laten we daar maar eens keer een ommekeer aan geven. Dat we zaterdag een prachtige derby gaan zien waarbij DVS als winnaar van het veld loopt. De laatste wedstrijd die jij tegen VVOG als speler zelf meemaakte, toen won je geloof ik met 8-1 of zo, of niet? Ik weet er niet zo heel veel meer van, Piet. Nee, dat was een bijzondere wedstrijd. Toen kwam ik zelf uit de lage senioren nog even terug om die wedstrijd te spelen. Dus dat zegt genoeg en dat doe je dan graag. Ja, we verloren wel toen. Daar zullen we het niet meer over hebben, Piet. Oké, nogmaals succes, Ben. Ja, dankjewel.